Hi, mijn naam is Bram van Goossen. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer People and Business Management. Nou, wie ben ik? Ik ben een heel creatief persoon, een open-minded persoon, een harde werker, mits ik doelgericht kan werken, want dat is wel eigenlijk waar ik naar streef. Ik wil altijd aan doel werken en het moet ook snel gaan. Ik kan goed samenwerken en eigenlijk ga ik jullie nu iets vertellen over mijn droom, mijn toekomstdroom. Maar mijn toekomstdroom is eigenlijk om muziek te gaan maken. Nou, waarom? Ik was een jaar of 15 denk ik en toen, dan zit je in de puberteit, dan heb je problemen, dan heb je gezeik met, noem maar op, met alles. toen heb ik besloten om muziek te gaan schrijven. Ik maakte al muziek, maar ik had nog nooit zelf een liedje geschreven. Toen besloot ik om zelf liedjes te gaan schrijven. Nou, daar ga je dan mee door en na een paar jaar denk je van, oh wauw, dit is te gek, dit wil ik. En dat leidt naar mijn toekomstdroom, is gewoon muziek maken. Dat is gewoon wat ik wil doen in mijn leven. Het is een harde business, muziek business. Een complexe business. Maar dat weerhoudt mij er niet van om toch ervoor te gaan. En ik hoop ook dat ik echt de kans krijg om mijn muziek te kunnen laten horen aan de rest van de wereld. En op te gaan treden, te gaan toeren met mijn muziek. Dit is dus mijn droom, mijn toekomstdroom.